Hi en welkom terug bij ons YouTube kanaal. In onze camperbouwserie vertel ik je alles over hoe wij onze camper bouwen. In deze video ga ik ons Elektra schema van onze Fiat Ducato uitleggen. Deze video is een vervolg van de vorige video over hoe we de Elektra aanleggen in de camper. In dit Elektra schema laden we de accu's op drie manieren op. Via de zonnepanelen, de dynamo's en de walstroom. Je kunt ook naar ons blog gaan die bomvol staat met informatie over Elektra en andere camperbouwartikelen. Alle producten die ik in deze video noem, kun je terugvinden hieronder in de beschrijving. Oké, laten we beginnen. In deze video begin ik met de zonnepanelen, omdat ik ook zo begon in de Elektra aanleggen video. Wij hebben twee zonnepanelen van 150 watt. Als je af en toe wilt kamperen, is het aan te raden zonnepanelen aan te sluiten. Zolang je dus in de zon staat, wek je stroom op. De aanschaf van zonnepanelen kost natuurlijk wel iets, maar je bent al snel goedkoper uit als je af en toe op een gratis overnachtingsplaats verblijft in plaats van een camping. Ook hoef je met zonnepanelen niet meer de vaak overdreven hoge prijs van campings te betalen voor stroom. Wij hebben zonnepanelen van Enjoy Solar. Deze passen goed op een Victron MPPT laadregelaar, maar je kunt natuurlijk ook andere zonnepanelen kiezen. Je installeert de zonnepanelen met steunen op je dak of op je dakrek. Wij hebben de zonnepanelen in serie geschakeld, dus we hoeven geen extra kabels te bestellen om deze aan te sluiten op de laadregelaar. We kiezen ervoor om ze in serie te schakelen omdat zo de voltage verdubbelt en het ampère hetzelfde blijft. Zo mogen de kabeldiktes dun blijven. De tweede reden is omdat wanneer er weinig licht op je zonnepaneel schijnt en elk paneel weinig voltage opbrengt, dit vaak opgeteld bij elkaar waarschijnlijk nog genoeg is om toch je accu's op te laden. Je MPPT-laadregelaar zorgt ervoor dat het hoge voltage wordt omgezet in een voltage waarmee de accu's opgeladen kunnen worden. Dus daarom denk ik dat in serie de beste manier is. Victron's MPPT-laadregelaars komen met of zonder Bluetooth. Wij kiezen altijd voor met, omdat ik graag wil zien wat de status van de accu's is en met hoeveel deze opgeladen worden. Wij hebben twee accu's van AGM in parallel geschakeld, dus het voltage blijft op 12 volt, maar de capaciteit verdubbelt. Wij hebben er twee van 140 ampère, dus in totaal 280 ampère. AGM accu's mag je 50 tot 70% ontladen. Voor een goed behoud van je accu's wil ik niet lager gaan dan 50%. Dus ik heb zo'n 140 ampère ter beschikking. Mijn verbruik ligt op ongeveer 40 ampère per dag, dus ik kan er zo'n 3,5 dag mee doen voordat ik echt een vorm van laden moet gaan zoeken. Maar omdat ik drie manieren heb om op te laden, moet dit niet zo moeilijk zijn. De MPPT-laadregelaar is verbonden via de batterijingang op de laadregelaar direct op de accu's. De pluskabel is afgezekerd met een 25 ampère zekering, omdat de laadregelaar maximaal 20 ampère kan laden. De pluskabel is aangesloten op de pluskabel van één accu en de minkabel op de minpol van de andere accu. De accu's zijn verbonden met een 10 vierkante millimeter kabel. Het is belangrijk om de minpol van de ene accu te gebruiken en de pluspol van de ander. Zo laad en onttrek je de accu's evenveel tegelijkertijd. Oké, gaan we door met de tweede manier van laden van de accu's en dat is middels de dynamo. De dynamo is aangesloten op je startaccu. Je kunt de startaccu en de camperaccu's slim schakelen met de behulp van een accuscheider. Wanneer je startaccu opgeladen is, komt deze boven een bepaald voltage. Volgens mij ligt deze drempel rond de 13,8 volt. Wanneer dit gebeurt, schakelt de accuscheider automatisch met de camperaccu's en begint deze op te laden. Dit werkt trouwens ook de andere kant op. Wanneer je camperaccu's helemaal opgeladen zijn en nog steeds worden geladen, dan zorgt de accuscheider er ook voor dat de startaccu geladen wordt. In ons geval is dit een Victron Cyrix startrelay, omdat we geen slimme dynamo hebben. Heb je die wel, dan heb je een DC-DC lader nodig. Ook Victron heeft deze. In de video over het opladen van je camperaccu's tijdens het rijden zie je hoe ik erachter kom of ik een slimme dynamo heb of niet. De kabel die ik hier gebruik is 25 vierkante millimeter dik en loopt over zo'n lengte van 3,5 meter. Tussen de Cyrix CT en de eerste zekering van 100 ampère loopt een dunne kabel van 1 vierkante millimeter. Hiertussen moet je een drukschakelaar plaatsen. Op deze manier kun je de startaccu en de camperaccu's tijdelijk 30 seconden verbinden. Als je ooit zonder stroom komt te staan met je startaccu omdat je bijvoorbeeld je lampen hebt aan hebben laten staan, dan kun je met deze schakelaar de camperaccu's gebruiken om de wagen te starten. Dit is natuurlijk niet heel goed voor de camperaccu's, maar het is ook een noodfunctie. Tussen de accuscheider heb ik twee zekeringen van 100 ampère geplaatst, omdat de dynamo maximaal 90 ampère kan leveren. Als je dit ook zo gaat aansluiten, lees dan goed de handleiding van Victron,
Zij leggen dit heel goed en uitgebreid uit. De camperaccu's zijn geaard via de massastrip en dat heb ik gedaan met een 10 vierkante millimeter kabel. Het aardepunt zit aan het metaalwerk van de bus en heb ik eerst lichtjes opgeschuurd voordat ik deze met een bout en een moer verbonden heb. De laatste manier van laden doen we via walstroom. Aan de buitenkant van je camper plaats je een CEE-aansluiting. Hierop kan je dan vervolgens met een CEE-kabel de camper voorzien van 230 volt. Europese campings hebben zo'n CEE-gecertificeerde aansluiting. Maar als je ook op een 230 volt stopcontact wil aansluiten, dan heb je een koppelstuk nodig zoals deze. De fase en de nuldraad hebben we aangesloten op een eenpolige aardlekautomaat. De nul en fase gaan vervolgens door naar een stopcontact. De aardedraad sluiten we direct aan op het stopcontact. Deze aarde sluiten we niet aan op het aardepunt van de bus, omdat deze aardekabel naar buiten gaat richting de camping elektrakast en daar de grond in gaat. Op het stopcontact van de walstroom gaat de omvormerlader. Met bijgeleverde snoer waar een nul, een fase en een aarde in zit, sluit je deze aan. Via het controlepaneel van Active kun je bijhouden wat de status is van het laden en ook kun je de omvormerlader eenvoudig aan- en uitzetten. Onze omvormerlader heeft 2 pluspolen en 2 minpolen. Belangrijk om deze dus ook allebei te gebruiken. Wanneer aangesloten op walstroom en dus wanneer de lader de accu's oplaadt, gaat via deze 20 vierkante millimeter kabels de stroom naar de accu's. De omvormerlader heeft een omschakelautomaat en dit betekent wanneer de lader aan het laden is, hij ook alle stopcontacten voorziet van 230 volt vanuit de camping. Wanneer je niet op walstroom staat, zorgt deze omvormer ervoor dat de 12 volt uit de accu's wordt omgezet naar 230 volt. Zo kun je altijd je 230 volt stopcontacten gebruiken, om bijvoorbeeld je laptop op aan te sluiten. Een omvormer vraagt energie en is meestal rond de 90% efficiënt. Dit betekent dat je altijd iets van stroomverlies hebt. Probeer dan ook zoveel mogelijk gebruik te maken van je 12 volt systeem, want die werkt een stuk efficiënter. De omvormer zelf is aangesloten op het aardepunt van de bus. Want wanneer je dus niet op walstroom staat, heb je ook geen aardepunt buiten de bus. Het 12 volt systeem is aangesloten vanuit de plus- en de minpols van de accu's. De pluskabel kunnen we afsluiten door middel van een hoofdschakelaar. Zo kunnen we, terwijl we de bus parkeren of een aantal dagen weggaan, alle 12 volt apparaten uitzetten. Als je koelkast staat aangesloten hierop, dan werkt deze natuurlijk ook niet meer. Maar ik vind het zelf een fijn idee om in één klap heel je 12 volt systeem uit te kunnen zetten. De midi-zekering hebben we op 50 ampère. Dit is de optelsom van alle zekeringen in je zekeringskast. Je bepaalt de zekeringsgrootte door het vermogen van de apparaat in wattage te delen door de spanning in volt. Hou ook rekening met de dikte en lengte van je kabels. Deze kunnen een maximale stroomsterkte aan. Zo hebben wij een koelkast op 12 volt met een maximaal vermogen van 5 ampère. Hij is aangesloten met 4 vierkante millimeter kabels over een lengte van 4 meter. Het maximaal vermogen wat de kabel aan kan is 13,5 ampère. De zekering moet dus ergens tussen deze twee vermogens liggen. Wij hebben hem gezekerd op 7,5 ampère. Zo schiet de zekering er niet uit bij gebruik van een koelkast en kunnen de kabels niet doorbranden. De formule om dit uit te rekenen zal ik hieronder in een link plaatsen. De Victron MPPT laadregelaar raadt het aan de loadfunctie te gebruiken. Dit doe je door de kabels vanuit de load aan te sluiten op de zekeringskast en je massastrip. Zo, nu zijn we klaar om ons eerste 12 volt apparaat aan te sluiten. Vergeet de zekering niet in je zekeringskast. Alle producten die je in deze video voorbij hebt zien komen kun je hieronder vinden in de beschrijving. Ook zie je de link naar ons elektraschema artikel. Hopelijk is dit een mooie aanvulling geweest op onze vorige video over de elektra en is het een stuk duidelijker geworden. Als je twijfelt over je elektra, wees dan voorzichtig en laat dit controleren door iemand die hier meer verstand van heeft. Als je de video waardevol vond en meer over camperreizen en camperbouwen wilt zien, zorg er dan voor dat je jezelf abonneert via de rode abonneerknop. Ook kun je een thumbs up button even aantikken als je wilt. Zo weten we dat je het leuk vindt wat we doen met deze video's en dan zullen we er vooral mee doorgaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.